Ja, hier is natuurlijk Vissy weer. En vandaag weer een nieuwe gameplay slash commentary hier op mijn kanaal. In de serie Daag Jullie Uit. En in de serie Daag Jullie Uit is het de bedoeling eigenlijk dat je een challenge haalt van mij. Die ik, opgeef aan jullie. Dan moet je spelen met de Fish Clan Tag. En je kan dat in principe op bijna elke Call of Duty kun je dat gaan halen. En ik heb hier een gameplay op de achtergrond van Adriaan. En Adriaan is hier. Ja! Ja. Daar is hij weer hoor. Daar is Adriaantje weer. Ja. En ja, Adriaan, vertel jij even heel kort wat over de gameplay. Het is een overkill kill confirm MOAB met een ACR en een sniper. En een sniper, ja. En op de map Bakara. Want ik haat Bakara. Bakara is nog steeds de enige map in de reguliere playlist waar ik nog geen MOAB op gehaald heb. Dat is jammer. Dat is, weet ik niet of het jammer is. Wij spelen hem heel vaak niet, omdat het gewoon... Ik vind hem echt aids. Ik weet niet wie jij? Nee, niet. Juist niet. Zelfs op Kill Confirmed kan ik mensen spantrappen. Nou ja, spantrappen. Weet niet, heb je dat echt wel een beetje gedaan hier? Nou ja, niet bij deze mob, maar meestal als ik Bakara speel wel. Op deze mob bleef ik wel meer in de achtergrond van de map, omdat ik ook met snipers speelde. Maar op een gegeven moment, als ik ze ging challengen, dan... probeerde ik ze wel een beetje op hun span te laten komen. Want de rest van mijn team die bleef toch achter in de map ook te komen. Te blijven. Nee, inderdaad. Ja, ik kijk ook. Je zit in het huisje en dan zeg je... we hadden natuurlijk voor een bespreking gehad. Hè, een beetje van over de mob. Ja, klopt. Zelf al, ja, het is gewoon heel erg lastig om met een sniper in van specialist te komen. En dan ja, heb je gewoon je ACR zeg maar als secondary. Ja, toch? Ja, klopt. Want als je ook goed kijkt, namelijk in de gameplay, als het goed is, de eerste, voordat ik mijn specialist had, aimde ik niet heel erg snel. Ja. En dat is de reden dus waarom ik ook dus achter in die map in het huisje bleef zitten tot ik mijn specialist had. Want zodra ik mijn specialist heb, dan kan ik gewoon die volle quickscope pakken. Ja, en dan komt de quickcrawl natuurlijk. Dat is logisch natuurlijk. Hey, je speelt op de PC trouwens, hè? Wat is PC gameplay voor de mensen die even kijken? Het is iets wat gameplay is... Lekt af en toe, dus dat knip ik er zoveel mogelijk tussenuit een beetje. Als het echt te erg laggy is. Maar dat komt meer omdat het op jouw PC was. Hè? Ja, nou, het is eigenlijk dezelfde PC, maar met mijn oude videokaart die een beetje op was. Oké, maar wat voor videokaart had je dan? Ik had echt een GTX 650 erin. Eigenlijk best nog wel redelijke, maar een beetje oud. En nu heb je? Ik heb nu de Nvidia GeForce GTX 960 Strix 2GB. Oké, nou, dan is, sommige mensen zullen wel weten waar je het dan even over hebt voor de mensen die echt PC-gaming veel spelen. Want ja, ik zie niet veel vaak PC-gameplay, in ieder geval op de MB3. Want ja, je speelt hier ook met toetsenbord en muis, hè? Ja. En is het nou... Ik kan er niet mee omgaan, joh. Ja, een hele leuke advies eigenlijk voor als jij namelijk op de Xbox speelt, speel je ook niet met zeg maar 10, 20 sensitivity. Probeer gewoon je sensitivity zo laag mogelijk te doen, dat je gewoon het meest kan richten op het hoofd en de body. En meestal gaat je hit dan ook niet fout. En het ziet er ook nog altijd subtiel uit als je er goed naar kijkt. Oké, want ja, ik vind het echt, ik heb het natuurlijk wel eens een keertje opgenomen voor de gein met Ronald natuurlijk, hè. De keer wel natuurlijk van het gameportaal. Ja, ja. Maar ja... Ik word dan letterlijk geoond natuurlijk, want ik ben gewoon echt een fucking noob in PC-game. Met toetsenbord en muis in ieder geval. Geef mij maar gewoon een lekker controletje. Lekker simpel, een paar van die knopjes indrukken en je bent er klaar mee, ja toch? Ja, daar ben ik het ook helemaal mee. Sorry, ik zweer het. Sinds dat Ghost eigenlijk Auto Aim Assist heeft uitgevonden voor de PC, speel ik ook gewoon controle-PC hoor. Oké. Oh, je speelt toch ook met een controle, maar dit was nog met toetsenbord en muis. Ja, want MW3 heeft nog geen auto aim assist. En BO2 ook net niet. En na BO2 kwamen ze eindelijk uit van, hey, mensen met de controle zijn eigenlijk in de minderheid op een PC. Dus we geven jullie een beetje auto aim assist. Oké. Ja, dat is duidelijk. Dat wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Dus, we gaan ook zo meteen trouwens challenges weggeven, hè? Want we gaan gewoon de volgende challenge, ja toch? En ik denk dat jij het ongetwijfeld ook wel weer gaat proberen, of niet? Ja, maar dit keer op de Xbox. Dit keer op de Xbox. Ja. Oh, je hebt ook een Xbox One, hè? Ja. Heb je hem al binnen? Ik heb hem alweer binnen, ja. Ik heb zelfs mijn controle binnen nu. Moet je nog wel een friend request sturen, hallo? De wat? Een friend request sturen. Dat heb ik al lang. Oké, nou, een vriendje. Wij worden ook vriendjes, ja? Ja, vriendjes. Ja. Nee, maar ik vind het wel in ieder geval knap hoe dan ook, hoor. Want ik, nogmaals, gewoon een leuke mob in ieder geval. Lekker op Bakara. Toch een keertje Bakara op mijn kanaal. Dat is altijd leuk om te zien natuurlijk. En dan gaan we gewoon eventjes, denk ik, gewoon lekker de challenges doorgeven, ja toch? Ja.
Waar de MW2? Ja, MW2. Zeg jij maar als eerste, jongen. Ja, ja, MW2, dat is een nuke op Query. Ja. Dat was hem. Dat was hem. En niks verder bij? Nee, je mag gewoon in de game mode halen. Met elk wapen wat je wil. Natuurlijk gewoon een nuke op de map Query. Query is natuurlijk een heel lastige map, hè. Veel dingen, hè, binnen, hè. Dus nadeel is dus bijvoorbeeld met een chopper kunnen kun je weinig kills maken. Dus dat is op zich wel leuk, natuurlijk. Ja, dat wel. Ja. Op Black Ops 1, triple dogs op de map Summit. Natuurlijk gewoon de beste map in de game, toch? Of niet? Ja, met triple dogs. Triple dogs. Yo, succes! Ja, heb ik al één keer gehaald. Ja, maar dat zeggen het al één keer, hè? Ja, maar ja, ik ga ervan uit dat kijkers zeggen zo vaak van, je bent slecht. Ja. Dat je dus beter bent dan mij. Ah, precies. Daarom is de serie ook, toch? Daarom is de serie ook, ja toch? Oké. Nou, mag je de volgende maar weer. De volgende, dat is op MW3. Haal een LMG MOAB, behalve op Terminal. Terminal is uitgesloten, niet doen. Ja, nee, want dan kun je wallbangen, hè? Nou, wallbangen. Nou ja, je schiet gewoon het wapen door de muur heen en iedereen is gewoon dood. Ja, wallbangen dus. Ja. Nee, dat willen we dus niet zien. Dus haal gewoon een LMG MOAB. Succes. Black Ops nummertje 2. Haal Double Swarm op Meltdown. Oeh, die is lekker. Ja, ja, ja. Double Swarm op Meltdown. Dus, ja, kan ook met caps zijn en zo. Laat gewoon een beetje leuke gameplay zien. En dan kunnen we daar wat mee doen. Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost. Haal een Thermal Camstrike. Ja. Ook niet echt wat je zegt van wauw, leuk hè, om daarmee te spelen. Nou. Thermal wapens in Ghost. Ja, dan kun je lekker smokes gooien. Ja, dat wel, maar... Ja, je hebt maar één of twee smokes, hè, dus het schiet even niet op. Maar in ieder geval, je kan in ieder geval. Je moet een campstrike halen, dus met een thermal. Een wapen waar een thermal attachment op zit. Daar komt eigenlijk ook niet in. Maakt niet uit welk wapen. Ja. En dan hebben we nog Advanced Warfare. Ja, haal een Vicious Metal op de map Ascent. Ja. Of zoals jij het zei. Hoe zei jij het? Op Accent zei ik. Voor mij is het gewoon Ascent. De reden waarom ik die map eigenlijk zou kiezen is om, als je ook Domination gaat spelen, is het eigenlijk heel moeilijk zelfs als je je killstreaks gebruikt. Je bent bijna meestal altijd ergens binnen, dus ze kunnen je eigenlijk niet krijgen. Nee, inderdaad, dat klopt inderdaad. Wat in ieder geval heel belangrijk is, is natuurlijk, je moet spelen met de Fish Clan Tag. Ja. Net zoals in deze gameplay, gewoon Fish Clan Tag spelen. Wat ik eventueel kan doen is ik kan het opnemen voor je als je het op de Xbox 360 hebt in je vault staan. Voor de mensen die geen capture card hebben. In ieder geval op de Xbox 360 kan ik het opnemen. Op de PlayStation 3 doet Bauke het voor me, Bauke de Wolf. En de rest, volgens mij kan je het met PS4 kan je het ook nog uploaden naar Facebook en zo. En op je PC kan je het met Fraps opnemen of met OBS. Dus, OBS, hè? Ja, OBS of Fraps kan ook nog. Het is een beetje groot, maar het kan wel in ieder geval. En dus, Xbox One die heeft nu ook een nieuwe mogelijkheid. Ja, maar dan moet je wel die nieuwe preview membership hebben. Ja, dat wel. Maar ja, dan heb je wel dat. En Windows 10. Dus dan, maar dan kan je binnenkort heel makkelijk capturen. Zonder capture card. Dus dat is op zich wel heel erg geinig dat het eruit komt. Hey, wat vind jij trouwens van die... Ja, je hebt Windows 10, hè? Ja, ik... Zo, echt wel. Gezien trouwens, dus... Vergeleken met 4 maanden geleden toen ik hem als eerst had gedownload, die preview. Ja. Tot nu? Nu is hij echt stuk sneller. Oh. Echt. Oké. Okay. Hij werkt ook heel fijn. Nou, ik moet hem ook even... Ik wil hem wel reinstalleren, maar ja, over een maand komt de volledige versie uit, hè. Dus, weet je? Ja. Ik daar nog even te installeren. Maar ja, ik heb ook lekker een Xbox One en ik heb in die preview membership, hè, heb ik ook. En we kunnen ook lekker backwards compatible gamen. Wat vind je daar nou van? Daar word ik gewoon, laten we het zeggen, opgewonden van. Ja, als het allemaal goed functioneert, dan ga ik denk ik wel mijn Xbox gewoon wegdoen. Mijn Xbox 360. Nou ja, ik heb nu 360 games ook gewoon al gespeeld. Gewoon die uitgereleased zijn. Ja. En Erik, Mystic Blue, die heeft Super Meat Boy gespeeld. Die heeft hem gewoon al uitgespeeld als het goed is nu. Gewoon op de One. En, geen geklaagd. Ja, geen geklaag, helemaal niks. Nee, dus het ziet er gewoon goed uit. 30 frames per seconde. Nou ja, de reden waarom MW3 nog zo lang uitgesteld is ook Call of Duty, is omdat ze daar de framerates eigenlijk iets van omhoog willen hebben. Maar ik verwacht alleen maar het beste ervan. Oké, nou we gaan het zien. Ik zou zeggen dankjewel Arjan. Alsjeblieft. Voor deze duel commentary toch een beetje duel van gedaan. Ja toch? Nieuwe challenge dus. Ga ze halen. Ik wens jullie succes. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje te geven. Vergeet niet te spelen met de Fish Clan Tag. Is wel heel belangrijk, anders kan je het niet accepteren. En je wint natuurlijk een
of een duel, of een gebruik je gameplay als commentaar. Altijd leuk. Tot de volgende keer en bye bye.